Wie de Bijlmer zegt, denkt al snel aan schietpartijen, kelderboksen en verloedering. Maar dat is al lang niet meer het echte Zuidoost. De buurt is dynamisch en veelzijdig. Een plek om te werken, leven en wonen. Bijlmer Bas laat zien wat de Bijlmer is. Wat een mooie hoor dit. Deze week pauze op de open schoolgemeenschap Bijlmer en jongeren die het kunnen. Dit is Stichting Jongeren die het kunnen. Deze stichting is opgericht voor jongeren met een laag gemeten IQ. Echt een blinde vlek in de maatschappij. En daardoor zie ik dat deze jongeren tussen het schip vallen. Deze stichting die zorgt voor naschoolse zinvolle dagbesteding voor deze doelgroep. Omdat uit mijn ervaring is gebleken dat deze jongeren tussen te veel negatieve verleidingen hebben. En in te veel negatieve verleidingen komen. Daardoor ben ik gaan onderzoeken waar het eigenlijk misgaat. En dat blijkt dus in hun vrije tijd. Sport is de sleutel om deze jongeren te bereiken waar ik ze eigenlijk wil hebben. Op deze manier versterken ze hun zelfvertrouwen. Ze leren samenspelen. Het is een waterdicht systeem, zeg maar. Ze worden opgehaald, ze worden een activiteit gebracht en ze worden elk naar huis gebracht. En op dat moment neem ik aan dat de ouders al thuis zijn en dan zijn zij onder begeleiding of onder de verantwoordelijkheid van die ouders. Ik ben ervan overtuigd om vanuit het positieve in af te gaan. En daarom is de stichting ook jongeren die het kunnen. Want ik geloof in hun. En ik weet ook dat ze het kunnen. Alleen hebben ze iets meer aandacht nodig, iets meer begeleiding om te komen waar ze willen komen. En ik voel me daar geroepen voor om dit aan deze jongens aan te bieden. Eigenlijk een uniek shot. Oh, ik ga al in filmtermen praten. Dit is het laatste stukje ringvaart van de Oude Bijlmermeer. Dit ziet er wel heel sprookjesachtig uit. Ja. Het heeft op een of andere manier ook iets heel oud-Hollands. Ja, nou, ouder kan niet, joh. Dit is oer. Dit is het laatste stukje echte Bijlmer, zeg maar. Ja? Ja, dit is echte Bijlmer hier. Zo was het hier vroeger. Maar dan was het wel helemaal open en weiland. Dit is uniek, Suzanne, hier. Ja? Dit is een vijgenboom. Een hele grote oude vijgenboom. Kijk, wat grappig. Karakteristiek blad. Geen vijgen. Wat een mooie hoor dit. Hey, ik vind een beest. Wat nou, die zitten in die slootjes is het bekend dat ze er zitten. Maar dat die nou speciaal voor ons even voor ons langsloopt. Kleine watersalamander. Is dit een teken dat het hier een goed groen gebied is? Dat er dit soort diertjes te vinden zijn? Dat er sloten zijn met veel waterplanten en een redelijk goede waterkwaliteit. Dat kan deze zich voortplanten. Lekkere route om te lopen. Ja, geweldig. Maar dit is er nog een stukje van de oude ringvaart van de Bijlmermeer. Oh ja. Ik vind dit echt een heel mooi gebiedje met die knotwillige, die rietkraag. Een stukje oernatuur in Zuidoost.
la clave, cuál el secreto para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato, desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones, pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Tampoco mi inspiración, pensamientos del corazón son mi confesión. No es chamuyo, es amor. De gloednieuwe Ziggo Dome in Zuidoost is bij de meeste Amsterdammers vooral bekend als concertzaal. Wat weinig mensen weten is dat de reusachtige hal ook in een zwembad kan veranderen. Maar nu de Olympische Spelen van 2028 niet in Amsterdam worden gehouden, komt er voorlopig geen zwembad. Ik vind het heel jammer, maar ik sluit niet uit dat we hier ooit een WK zwemmen gaan krijgen. WK of EK 2018, 2020, 2022. Vorig jaar kwam de lekkerste Amsterdamse oliebol volgens de AD Oliebollentest uit de Bijlmer. De vraag is of de oliebollen van de gebakkraam op het Bijlmerplein dit jaar weer als beste uit de landelijke test komen. Wat is het geheim van jullie oliebollen? Ja, dat geheim kunnen we niet vertellen. Dat is het familiegeheim. Om aandacht te vragen voor de rechten van het kind konden kinderen van basisschool De Polstok in Zuidoost spelen met kinderen in Kenia. Kinderen uit Amsterdam-Zuidoost die strijden tegen kinderen in Nairobi. Zijn ze allemaal opvoerinkjes aan het bedenken en gaan we straks ook sporten en spelletjes doen. Zo eigenlijk te laten zien dat het voor ieder kind op de wereld belangrijk is om te kunnen sporten en te kunnen spelen. Hoe gaat het, meneer Verzeeuwen? Hoe gaat? Ja? Ja, wel lekker. Misschien een beetje tijd. Maar we hadden ineens het idee dat we het laatste avond wel over hadden. Zelf meubels van te maken. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon een soort architectenziekte. Maar ja, we hebben daar een mooie houten vloer gelegd. En dat zijn eigenlijk wel hele mooie platen. En het is wel grappig om al meubels in hetzelfde hout te hebben. En wie heb je meegenomen? Hulptroepen, zie ik. Thijs, ja, precies. Mijn vriend, die had even mee met alle grote klusdingen. Maar dat valt het je een beetje tegen qua hoeveelheid werk? Ja. Ja? Ja, dat verkijk je altijd op. Het is natuurlijk een heel bandelement. Dat hebben we alles laten zagen op maat, maar nu moeten we natuurlijk allemaal nog in elkaar en aan die wand. Ja. Dus het gaat me wel even wat tijd kosten. Nou ja, de grote meevaller was eigenlijk dat ik had gedacht dat de sloop van de wanden heel lang zou duren. Of dat er heel veel tijd in zou zitten. Maar uiteindelijk viel het mee. Ik had een paar hele goede polen ingehuurd. Die heel hard gewerkt hebben en binnen 2 uur die wandjes eruit getikt hebben. Alles is gewit en nu moet het nog wat vloerbedekking in en dan is dat klaar. Ja, wat wel lastig is, die wanden, die binnenwandjes, die zijn maar 5 centimeter dik, maar dat is echt superbeton. De Duitsers hadden de oorlog gewonnen als ze dat beton hadden gehad. Ja, maar we hebben wel hele mooie gaten gezaagd, waardoor je er toch doorheen kan kijken. En ja, want dat is zeg maar ons uitgangspunt. We willen dat prachtige groen van die baan hebben. Willen we in die flat trekken, zoveel mogelijk. Kijk, dan is bij de anderen? Nee, niet echt. Nee? Nou, ik heb wel de buren een beetje geholpen. Ze schieten heel erg op hoor, ja. Ik zou maar een beetje... Ja, maar die hebben wel professionele timmerman. Gaan jullie het redden? Alles wel. Ja? Dat doen we. Ja. Geen probleem. Ja, tuurlijk. Goedemiddag. Ja, lieve kijkers, welkom in Zuidoost en sterker nog, welkom in de Bijlmer, hartje Bijlmer, de Bijlmerpoort.
Ja, ik heb hier gewoond. Het is ongeveer 2,5 jaar geleden heb ik hier 3 maanden ja, niet alleen gewoond, maar vooral ook geleefd. En ik vond het prachtig, fascinerend. Ik kwam hier eigenlijk en toen was het lente. En het werd steeds meer zomer en het werd steeds warmer. En hoe warmer het werd en hoe meer zomers het werd, hoe mooier het werd ook op dit pleintje. Het werd mooier, mooier en mooier. En ik maar genieten, genieten, genieten. Toen ik naar Zuidoost ging, toen had ik wel iets in mijn hoofd. Maar ik had niet verwacht dat ik eigenlijk zo verliefd zou worden op de buurt. Ja, je hebt hier zoveel verschillende culturen die hier door elkaar leven. Met elkaar proberen te leven, soms ook botsen. En dat alles maakt net een tikje ja, scherper allemaal. Ik denk dat de hoogtepunten hoger zijn en de dieptepunten wat dieper. Ja, er wordt net even iets harder geleefd. Maar je hebt, ik ben achter de schermen. Maar nu ben je voor de schermen, ja precies. Maar meestal zat ik dus hier op het terras of aan die kant. En er staan hier stoelen. En dan gebeurt hier van alles. Er komen mensen langs en die komen met je praten of die hebben een vraag. Heel veel mensen zitten daar op het hout. Ook veel met die mooie vogeltjes in een kootje. En ja, je ziet gewoon veel gebeuren. Het leven komt langs. En het is kleurrijk. Het is heel kleurrijk en sfeervol. Mijn favoriete plek in de Bijlmer is hier. En dan vooral in de zomer als de terrassen hier staan en daar staan. En iedereen in opperbeste sfeer is.